ga ik jou meenemen om een kijkje te nemen achter de schermen. Ik probeer je een beetje te vertellen wat ik zoal doe, wat ik heb gedaan en wat ik nog wil gaan doen. Ik ben het taslabel gestart ongeveer een halfjaartje geleden. Ik ben van origine grafisch ontwerpster, dus dat is eigenlijk waar ik in mijn opleiding in gedaan heb. En ik miste toch een beetje het bezig zijn met mijn handen, de ambacht en materialen in je handen voelen, creatief bezig zijn, ontwerpen. En dat heb ik eigenlijk geprobeerd op te vangen in een nieuwe uitdaging. En zodoende ben ik mijn tassenlabel Happy April begonnen. Ik ben daarvoor in de leer gegaan bij iemand die al zelf een tassenlabel heeft. Haar naam is Delia, ze zit in de Haagse Beemen en zij is al 7 jaar tassenlabel. En zij heeft mij geprobeerd het ambacht een beetje onder de knie te brengen en dat is eigenlijk aardig goed gelukt. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Een hele leuke tijd heb ik met haar gehad. Of nog steeds eigenlijk. En ja, zij heeft mij een beetje de kneepjes van het vak geleerd. Dus waar moet je op letten als je een tas gaat maken? Hoe stik je een tas? Wat komt er allemaal bij kijken? Waar kun je fournituren inkopen? Eigenlijk dat hele pad, dat heeft zij samen met mij bewandeld. En ja, zie hier het resultaat. We zijn nu een halfjaartje verder. En in de tussentijd heb ik eigenlijk geleerd om mijn eigen tassen te maken. En ja, dat gaat nu eigenlijk wel heel erg goed, moet ik zeggen. Als ik op mijn naam gekomen ben, dat vragen best wel veel mensen. Dus ik heb ook opmerkingen gekregen van, god, dus jij bent April. Dat ik dacht van, nee, ik ben niet April, maar het is wel bedacht in april. En ik zag het ergens op een online nieuwsbrief staan. En dat was een kreet Happy April. En dat vond ik eigenlijk zo sprekend. Ook omdat ik bezig ben met de natuur, maar ook met kleine oplagers. Dus een beetje verwijzen naar het seizoen. Pure materialen, ook natuurlijke tinten. Dus dat heeft ook een beetje met een maand bijvoorbeeld te maken. Een maand in de zomer of in de lente. Happy April staat voor pure ontwerpen. Dat zie je denk ik ook wel terug, omdat ik van origine dus grafisch ontwerper ben. En grafisch ontwerpers, die zijn altijd heel erg bezig met communiceren, maar ook met heldere vormen taal, in mijn ogen dan. Dus dat zie je ook wel denk ik een beetje terug in mijn ontwerpen, dat het eigenlijk allemaal hele strakke ontwerpen zijn, pure ontwerpen. Ook wel echt, misschien ook een beetje terug naar de natuur, want het is wat het is. En het leer spreekt eigenlijk al voor zich. Wat inspireert me? Toch ook wel de natuur denk ik. Ik kijk al heel veel naar de materialen zelf, dus de leersoorten. Als je bijvoorbeeld een hele dikke leersoort hebt, dan kan het best zijn dat het model wat je in gedachten hebt daar helemaal niet voor geschikt is. Of dat het heel anders valt. Of dat je erachter komt dat het ook helemaal niet werkt. Dat kan natuurlijk ook. Dat je een hoekje hebt waarin het leer zo dik is dat het gewoon niet te stikken is. Of dat het wel te stikken is, maar dat het gewoon helemaal niet fraai is. Dus dat is ook wel veel experimenteren. Dat is echt gewoon doen en kijken hoe het valt en kleine mock-upjes maken. En dat maakt het ook wel heel erg leuk, maar soms ook wel lastig, want leer is gewoon heel erg duur. Dus ja, dan kies je toch een wat simpelere imitatieleer misschien. Of een andere goedkopere leersoort voor om je eerste modellen mee te maken. En dus de leersoorten zelf die inspireren me wel. Dat ik denk van, oh, dan kan ik wel dat model mee doen. Maar ook wel andere ontwerpers, en dan niet zozeer in de zin van iets namaken, maar toch ook wel kijken van god, hoe lossen hun dat op, welke technieken gebruiken hun, welke materialen gebruiken hun. Maar ook bijvoorbeeld combinaties van metaal en leer. Dus als je een metalen gesp hebt, kan heel mooi zijn bijvoorbeeld met een bepaalde leersoort. En misschien op een andere leersoort helemaal niet. Dus dat is ook wel een inspiratiebron voor mij. Toch ook wel terug naar de essentie, naar de natuur. Dus ja, de simpelheid die de natuur soms heeft, maar toch ook wel heel erg aandacht voor juist hetgene waar het om gaat. Dus het leer of het model. Dat is ook voor mij wel een hele mooie inspiratiebron. En dat zie je denk ik ook wel terug in mijn ontwerpen en mijn modellen. Doordat het hele simpele ontwerpen zijn in die zin. Het is niet te veel franjes, niet te veel poespas. Dat kan ook heel erg leuk zijn, maar dat past gewoon wat minder bij mij. Het leukste aan het maken van tassen vind ik toch wel dat je bezig bent met je handen. Dus het creëren, het uitzoeken van leersoorten, het ontwerp dat al in je hoofd zit, het uitschetsen. Ja, toch ook wat experimenteren ermee. Maar vooral dat je dus iets creëert van het platte vlak, dus een schetsje, dat je dat omzet in een vorm en uiteindelijk ook zelf maakt, want dat is natuurlijk wat ik hier doe. Ik maak mijn tassen eigenlijk helemaal zelf met industrienaammachine.
Dus er komt geen inkoop uit China te pas. En dat maakt het wel heel erg gaaf, dat je gewoon zelf kan zeggen, dit is mijn tas. Die heb ik gemaakt. En dat heb ik helemaal zelf in elkaar gezet. En vaak zeggen mensen ook wel, god, maak je die helemaal zelf? Wat knap, en kan dat dan wel? En ja, dat kan wel. En dat heb ik ook wel voor mezelf ontdekt. Van ja, het kan dus inderdaad zo. Terwijl dus ik eerst dacht van, nou, ik laat ze maar maken, want dat is allemaal veel te moeilijk. Maar dat is ook alweer een, misschien een tip voor andere ondernemers. Van gewoon, doe het gewoon en ga kijken hoe ver je komt. En dan zul je zien van, nou, dan komt er eigenlijk best nog wel meer.